Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. En dit wordt natuurlijk een hele bijzondere video. Na de magische kinderkamertour van ons zoontje Oliver is dit de video van de babykamer. De allernieuwste babykamer. Want ja, ons meisje wordt binnenkort geboren. Eigenlijk best wel snel. Dus in deze video laat ik jullie haar kunstige babykamer zien. Kom maar binnen. Welkom in de kunstige babykamer van onze dochtertje. En ik ben hier zo ontzettend blij mee om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Ik ben echt super blij en tevreden met dit kamertje. Wat hebben we gedaan? Dit is natuurlijk het oude kamertje van ons zoontje Oliver. En de oplettende kijker, althans als jullie me al heel lang volgen, weten dat hier eerst mooi gouden behang met een palmbomenrelief hing op de muur. Alleen ja, na 4 jaar was het wel eens weer tijd voor iets nieuws. En dat behang zat er al 6 jaar op. Het was eerst een inloopkast, toen werd het Oliver's babykamer, toen werd het een peuterkamer. En ja, met mijn zwangerschap had ik wel zoiets van, het is tijd voor wat nieuws. Wat ik dus heel erg leuk vind en wat ik dus eigenlijk altijd doe met de babykamer, ook met de vorige, is om lekker out of the box te denken. Ik kies namelijk standaard niet voor typisch kinder- of babykamerbehang. Ik vind dat heel erg leuk als het kindje wat ouder is. Kijk, als je al bijna 4 bent, dan wil je natuurlijk wel een beetje meedenken met je kamertje. Maar ja, met een baby kun je zelf natuurlijk helemaal losgaan. Want ja, baby heeft natuurlijk nog helemaal niks te vertellen. Daar profiteer ik natuurlijk nog altijd even van. Dus ik dacht, wat wil ik op de muur doen? Ik wil gaan voor echt prachtig behang. Maar nog steeds met die typische mooie glans. Met goud en brons tinten. En dit behang is echt gewoon, toen ik het staaltje binnenkreeg. Het is ongeveer 3/4 jaar geleden ontving ik het staaltje. Toen had ik al meteen zoiets van, wauw, dit is toch prachtig kinderkamerbehang. Zoals je ziet, er zitten allemaal verschillende kleuren in. Het is Terra Tropicana. Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Het is het Terra Tropicana behang van Arte. Het vorige behang was ook van Arte. Ook wel vrij kunstzinnig. Alleen dit vind ik nog mooier. Omdat er zoveel... Ja, mijn man noemt het een beetje graffiti. Het idee achter de print is een Braziliaanse dans. En ik vond het gewoon heel erg... een beetje dromerig, sprookjesachtig. Als je goed kijkt, ja, ik zie er een vlinder in. Of een rups en mooie bladeren. En wat ik dus heel erg belangrijk vind, is dat dit behang dat hele mooie gouden en bronzen glans heeft. Want het vorige behang spatte natuurlijk van de muur af. En dit is een kamertje op het zuiden. Dus met een zonnige dag ligt het helemaal op. En ik wilde dat die glans, dat die mooie gouden glans behouden werd. En dat is dus ook in dit geval. En dit is eigenlijk, jij hebt 3 verschillende tinten. En dit is de tint met veel subtiele paars tinten, roze tinten. Dus ik dacht van, nou ja, met een meisje is het natuurlijk heel erg leuk als ik deze kleurtint voor kies. Maar er zit bijvoorbeeld ook blauw in, groen. Dus ja, ook al werd het een jongetje, ik had alsnog voor deze gekozen. En ik ben er heel, heel erg blij mee. En wat jullie nog net niet zien in beeld, deze muur, laat ik straks even zien, de muur van de commode en de wandhaken, dat is nog met het oude behang. Dus we hebben een soort van best van beide werelden. Manlief wilde niet afscheid nemen echt van het behang, dus ik dacht, nou laat maar 1 muurtje houden. En heel eerlijk gezegd, het is ook vrij kostbaar behang. Dus 2 muurtjes was meer dan genoeg. Vorige babykamertour van 4 jaar geleden vind ik het leuk om jou de verschillende hoekjes in dit kamertje te laten zien. Dus we gaan het hoekje met de ledikant, het voedingshoekje en het commodehoekje. En zullen we maar gewoon eventjes, waar gaan we beginnen? Je achter? Oké. Okay. Dit is het hoekje met ledikantje. Niet zo verwonderlijk, want hier stond hij altijd al. Dus eigenlijk sinds misschien 3/4 jaar is die pas weg, want Oliver heeft vrij laat een peuterbed gekregen. Wat we hebben gedaan, we hebben eigenlijk gewoon het oude ledikantje weer teruggezet. En waarom? Is omdat
Waarom zou je alles nieuw kopen als je een tweede kindje krijgt? Ik vind het zonde. Je zult straks ook wel zien. Ik heb iets leuks gedaan met de commode. Die hebben we ook gewoon behouden. En daarnaast, ik ben gewoon heel erg fan van dit messing ledikantje. Althans messing. Het is officieel niet messing, maar het heeft een beetje een gouden coating. Dus dat vond ik natuurlijk hartstikke mooi staan bij het nieuwe behang. En daarnaast is het natuurlijk ook wel een beetje nostalgisch dat ons dochtertje in hetzelfde ledikantje straks gaat slapen als haar grote broer. Uiteraard heb ik de rest van het hoekje natuurlijk compleet anders. Er moest natuurlijk een nieuw hemeltje komen. En ik heb eigenlijk precies dezelfde als de vorige. Alleen dan in een mooi zacht roze. Alleen de vorige met Oliver had hier van die leuke belletjes eraan. Een beetje zo'n circusachtige hemel. Alleen, die zijn helemaal niet meer te koop. Dus dat vond ik eigenlijk gewoon vrij jammer. Dus ik heb nu voor mijn doen een vrij simpel model. Gewoon van hetzelfde merkje, want ik vind de stof gewoon heel erg mooi. Dat is misschien ook wel weer een hele goede tip. Ik had het hemeltje gekocht. En ik wilde dus ook natuurlijk een mooi dekentje, wat kussentjes. En ik dacht echt zo van, ja, misschien vloekt het dan net. Ik shop natuurlijk heel veel online. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb van precies hetzelfde merk heb ik ook het dekentje gekocht. En dit kussentje is ook van hetzelfde merk. Wat je dan krijgt is dat ik precies online wist van, oh, Dusty Rose is precies dezelfde tint. Dus dan matcht het allemaal gewoon mooi met elkaar. En dat is ook wel weer even een tip als je bezig gaat met het kleurenpalet van de babykamer. Ik heb het nu steeds over zacht roze. Wat ik heb gedaan, de basis is natuurlijk vrij heftig. Dit behang ontgaat je natuurlijk niet. Het is heel druk behang. Maar wat ik heb gedaan is de rest van, van het kamertje heb ik rustig gehouden door niet voor heel veel verschillende tinten en printjes te kiezen. Allemaal vrij effen. Dus dit hoekje is voornamelijk veel zachte roze tinten. En de roze tinten zijn allemaal precies dezelfde roze tinten. Het bedje is een beetje, ja, okergoud. Ja, eigenlijk okergoud. Wat heb ik dan gedaan? Het hoeslakentje is ook in diezelfde tint. En het kussentje eigenlijk ook een beetje. Dus dan heb je niet vier verschillende tinten. Maar heb je gewoon mooi zacht roze versus okergoud. En dan blijft het uiteindelijk, ondanks het drukke behang, krijg je een soort van balans. En dan is het alles behalve druk. Dus iedereen die commentaar had op het behang dat het te heftig is voor een baby, ik ben het er niet mee eens. Ik ben het helemaal niet mee eens. Dit is eigenlijk gewoon het perfecte mobieltje. Oliver had destijds safari diertjes. Best wel, ja, vond ik altijd wat stoerder. Hè? Jongetje hoeft niet per se al te stoer, maar ik wilde dat wel heel erg graag. En dit vind ik eigenlijk gewoon heel erg dromerig. En zoals je ziet is het ook een vrij neutrale tint. Waardoor er eigenlijk gewoon weer mat balans is. Dus ik had ook kunnen kiezen voor knalpaars of zo, maar doordat ik weer voor een rustige kleur kies, bij dat rustige roze tegenover dat hele heftige behang, krijg je een soort van balans. Dat het eigenlijk gewoon een heel rustgevend hoekje is. Nou, dat kind gaat hier zo ontzettend lekker slapen. Deze is heel bijzonder, want dit is het. Dit heeft ons dochtertje. Die krijgt hij van haar grote broer. Die heeft Oliver vorig jaar gekocht met oppas Lotte. In de winkel waar ze werkt. En ja, dat is heel erg leuk. Dus hij mocht iets voor haar kopen. Dus dit gaan we natuurlijk elke avond even aanzetten. Wat je nog niet ziet, maar dat is hieronder. Ik heb hem aangekleed met een mooi rond vloerkleed. Ook in het roze. Net even andere tint, omdat het een ander merk is. En ik vind het heel erg leuk dat we nu kiezen voor een rond vloerkleed. Voorheen zat hier natuurlijk een panter vloerkleedje. Was eigenlijk gewoon een beetje voor de sier. Het was, je struikelde soms wel even overheen. Maar dit is gewoon echt een lekker vloerkleed. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Laten we gaan naar het volgende hoekje. Het voedingshoekje. Maagzuur. Ook voor het voedingshoekje had ik natuurlijk iets anders in gedachten. Hiervoor zat een houten stoel en ik heb eigenlijk me altijd geërgerd aan die stoel. Maar destijds was gewoon budget op. Ik had geen puff meer om voor een lekkere stoel te kiezen. Maar voor deze kamer had ik echt zoiets van, oké, ik wil even een stoel met een lekker stofje. Waar ik gewoon beter in kan voeden met een mooie leuning. Dus na heel lang zoeken naar de juiste kleur en het juiste materiaal, koos ik uiteindelijk voor deze stoel van Bouclé. Het is een beetje warm roze. Ja, wat is het? Ja, het is een beetje warm roze, cognacachtige kleur. Het is een mooie kuipstoel. En ik zit daar. Ja, ik ga er even lekker in zitten. Zo, kijk. En dan ga ik straks gewoon lekker voeden. En hij zit al een stuk fijner.
Dus ik ben er heel erg blij mee met een zwart stalen onderstel. Ik heb er een leuk kussentje. Eigenlijk gewoon precies dezelfde als in het leekrantje, maar één slag groter. En de kleine mocht het knuffeltje van Oliver lenen, want die matcht ook zo lekker in het kleurenpalet. Dus die staat hier, of die zit hier normaal op. Uiteindelijk is de indeling van dit kamertje natuurlijk hetzelfde gebleven. En waarom is? Omdat dit gewoon de meest logische indeling is. Het is een vrij kleine kamer. Het is 2 bij 2,5. Dus niet heel erg groot. Hij lijkt heel erg groot omdat we 365 meter hoge plafonds hebben. Dus dan lijkt hij oogtend wel groter. Maar het is en blijft gewoon een compact kinderkamertje. En ik vind het heel erg leuk als ik hier zo zit, kan ik lekker naar buiten kijken. Wat ook is veranderd in dit hoekje is natuurlijk dat de bekende maanlamp van Oliver uiteraard naar zijn eigen kamer ging, naar zijn nieuwe kamer. En hiervoor wilde ik sowieso op precies dezelfde plek een mooie lichtslinger hebben. Ik heb daar even goed over nagedacht van wat wilde ik nou per se. Ik had eerst een luchtballon, alleen die kwam niet heel erg mooi uit. Als je bij de deur stond, zag je niet dat het een luchtballon was. Dus ik heb hem geruild en ik dacht uiteindelijk van nou, ik ga voor een mooie bloem. Ik denk nou, een meisje wat liefelijker. Niet dat een jongen per se stoere kamer moet hebben en een meisje een liefelijke kamer. Maar ik vond het gewoon voor ons dochtertje wilde ik dit kamertje wel wat met echte roze tinten en meer bloemen. Dus ik dacht van een hele mooie slinger. En uiteindelijk, ja, ik ben er nog steeds ontzettend blij mee. Hij schijnt super mooi in de avond. En het is nog steeds een heel dromerig kamertje. Alleen het is misschien wel wat zoeter geworden. En wat ik ook heel erg leuk vind is het zoutlampje. En daar ben ik dus wel afgelopen jaar best wel achter gekomen. Of afgelopen maanden. Is dat zoutlampjes in de vorm van een maan. Dit is natuurlijk helemaal hot nu voor in de kinderkamer. Op de babybeurs, elke stal had het. Je hebt hem ook in het roze. En je zou denken, waarom heb je nou geen roze gekozen? Ik wilde in eerste instantie roze. Alleen degene van wie ik hem heb gekregen, ik heb hem gekregen. Die vertelde mij van een grijze is dus mooier licht in de avond. Als je je kindje voedt, dan geeft de grijze lamp mooier licht dan de roze. Wat meer subtieler. Dus dat is misschien een tip als je toch overweegt om zo'n lampje aan te schaffen. Doe hem gewoon lekker in het grijs. In de vensterbank staan natuurlijk nog meer heel veel leuke frummels. Dat moest ook wel, want Oliver heeft alles meegenomen uit zijn vorige kamer. Alles moest naar boven. Want toen hij naar zijn nieuwe kamertje ging, was de baby uit en boos. Hij was boos op de baby. Hij wilde geen baby. Hij zei het meerdere malen per dag. Zelfs 's nachts zei hij, mama, ik wil echt geen baby. Dus ik dacht, oh jee. Dus alles ging. Hij wilde zelfs nog de gordijnen mee naar boven nemen. Ik zeg, nou dat kan niet. Die zitten vast. En de wandhaken. Dus ik moest eigenlijk allemaal weer gewoon nieuwe accessoires gaan kiezen. Gaan kopen. Alleen ja, dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Deze vind ik heel erg leuk. Dat zijn gewoon de houten regenboog. Dus gewoon een stapeltoren. Je hebt ze super overpriced. Maar ik heb ze gewoon bij de Kruidvat gekocht met de 2+1 actie. Ik heb hier ook nog wat andere dingetjes. Dus voor 6 euro heb ik dit gekocht. Dus het hoeft ook allemaal niet zo duur, hè. Ik heb een sneeuwbol hier van mijn ouders gekregen met nieuwjaar. Oliver had hier natuurlijk een mooie Peter Pan piratenschip. Maar ja, die moest natuurlijk ook mee naar boven. Maar ik wilde per se een sneeuwbol. En waarom? Ik hou van sneeuwbollen. En ik heb tot nu toe bijna elk vriendinnetje met haar eerste kindje heb ik een sneeuwbol cadeau gegeven. En dat hebben mijn ouders blijkbaar onthouden. Dus die hebben mij een sneeuwbol gegeven met de maan en de sterren. Dus hij past hier precies. Dus die heeft een mooi plekje gekregen hier in de vensterbank. En ietsje verderop, misschien zie je het dan natuurlijk niet. Ik werk altijd met edelstenen en kristallen, ook voor in de kinderkamer. Waarom? Gewoon voor de goede vibes. Als je ervoor open staat, het helpt echt. Ik heb mijn hele huis vol met bepaalde stenen. En voor de babykamer tip ik altijd een celestiensteen en de rozenkwarts. Steen van de liefde, maar ook van de geborgenheid. Die stenen zijn echt supergoed voor in een babykamertje. Elke maand spoel ik ze af onder koud water. Hè? Dan haal je de energie er weer uit. En dan laat ik ze op. Ze zitten al in de vensterbank. Met maanlicht, volle maan, worden ze opgeladen. En dan heb je gewoon weer de goede vibes. Ja, je moet erin geloven. Ik geloof erin. Oliver heeft altijd supergoed geslapen hier. Dus ik weet zeker ons dochtertje ook. En tot slot heb ik hier nog een lampje. Een lampje. Hier stond eerst een muizenlampje van Oliver. Is ook naar boven gegaan. En dit lampje had ik altijd zoiets van, nou, als het een meisje wordt, is het echt wel gewoon een heel gaaf lampje. Roze fluweel. Dus dat is uiteindelijk, hebben we de vensterbank
heb ik nou uiteindelijk zo gedaan. Een stuk rustiger dan hoe het eerst was. En ik ben er eigenlijk gewoon wel heel erg blij mee. Dit is het hoekje met de commode en de wandhaak. En zoals je ziet, het gouden behang is toch wel gebleven. Ik kreeg, toen ik bekend maakte dat het ander behang werd, kreeg gewoon heel veel followers DM's van, oh, wat ga je doen? Wat erg, wat zonde. Maar toen dacht ik van, nee, het blijft alsnog aan deze kant van de muur. Een mooie gulden middenweg met de hubby. Dus uiteindelijk is dit hoekje vrij hetzelfde gebleven. Want de wandhaken zijn hetzelfde gebleven. Gouden hangers, de commode ook, wandrek. Alleen zoals je ziet, ik heb wel een beetje zitten schuiven met verschillende accessoires. We hebben nog een mooie verschoonmand. Voor de eerste paar maanden met een lekker bondje erin. Wat ik wel anders heb gedaan is natuurlijk een hele nieuwe garderobe. Niet alles. Dit is bijvoorbeeld ook nog gewoon van Oliver geweest. Kijk. Ja, als een kindje zo klein is, dan is het niet heel erg. Dan kan het eigenlijk voor zowel een jongetje als een meisje. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar zoals je ziet, ik kom natuurlijk wel weer even los op alle leuke bloemenprintjes en met de roze tinten. Dus het qua kledingkastje wordt het een beetje poedertinten en veel roze. En ik vind het ook wel heel erg leuk om met crème te werken. Commode is ook nog steeds hetzelfde gebleven. Wat ik wel anders heb gedaan, want ik wilde per se, is de knopjes vervangen voor halve maantjes. Vind ik leuk, omdat, ik heb natuurlijk het lampje halve maan. In de sneeuwbal komt het naar voren. En het is natuurlijk ook weer een knipoog naar het maanlampje wat hier voorheen hing. Dus ik heb de commode gewoon nieuw leven ingeblazen door nieuwe knopjes te doen. En hier in het wandrek is eigenlijk ook nog wel heel veel, eigenlijk wel gewoon heel veel simpels. Kijk, dit was... Die zat er ook wel in, Winnie de Pooh ook. En dit was ook van de 2 plus 1 gratis actie. Dus ik dacht, hey, leuk. En hier, als ze straks een naam krijgt. We weten de naam al, ga ik hier haar naam doen. Nou, deze mocht ze hebben van Oliver. En ik heb deze, vond ik zo leuk. Heb ik vorig jaar bij de Flying Tiger, of 1,5 jaar geleden. Dit is een beetje een knock-off van de koekjespot van Colette. Die is wel veel groter, €80. Maar deze zag ik bij de Flying Tiger voor €3. En ik heb er toen 10 gekocht. In coronatijd was dat. En heb ik toen heel veel vriendinnetjes die zwanger waren, heb ik deze gegeven. En dan had ik hier van die geboorteflikken in. Superleuk, dus dat is ook leuk. Maar dit is alweer van 1,5 jaar geleden. Maar ik dacht, ik heb altijd één gehouden voor ons. Dus ik dacht, bij de volgende baby, als het ons gegund wordt, gaat die zeker in de babykamer. Uiteraard een plantje. Nou hoef je in een babykamer, of sowieso in welke slaapkamer dan ook, hoef je niet heel veel planten te doen. Want dat is ook weer niet goed om te schrapen. Planten zijn natuurlijk goed voor de zuurstof, maar een hele urban jungle is zeker niet nodig. Dus ik heb hier een mooi plantje gedaan. Misschien dat ik hem nog ga stylen met een mini plantje ergens. Maar meer heeft het hoekje eigenlijk ook helemaal niet nodig. Wat ook nog gebleven is, is de leuke luieremmer. Althans, dat is dus zo. Oké, mijn 36 weken op dit moment. Ik ben helemaal buiten adem. De luieremmer. Dat is helemaal geen luieremmer. Dat is ook iets. Ben je voor het eerst zwanger? Gewoon echt geen luieremmer kopen. Dat is zo vies. Je moet dat, op een gegeven moment moet je het schoonmaken. Dat gaat stinken, dus je kan net zo goed... Elke dag even naar de prullenbak lopen buiten. De ondergrondse. En daar gewoon je zak met luiers in doen. Ik vind het echt luieremmers zwaar overrated. Zou ik niet doen. Wat heb ik dus wel gedaan? Voor schone luiers. Niet voor vieze luiers. Dat is natuurlijk deze. Die vond ik zo leuk. Hij is wel een beetje geleefde Oliver. Hij heeft erop gestaan. Er zijn flesjes melk overheen gegooid. Maar ik doe hier altijd de voorraad luiertjes in. En ja, met konijn. Ik vind het leuk met konijn. En het past hier nog. Hij is niet meer zo mooi als 4 jaar geleden. Maar zie je toch niet op beeld. Ga ik het nog even hebben over de kleurtint die we hebben gebruikt. Want de oplettende kijker heeft waarschijnlijk al gemerkt dat ik denk van... Hé, de deur heeft een andere kleur. Het houtwerk en het plafond hebben een andere kleur. Dat klopt. Ik vond het ook heel erg leuk om voor deze kamer te werken met eigenlijk overal kleur. En waarom? Is omdat inmiddels elk wit muurtje...
wel een kleur heeft gekregen in het huis. Dus ik dacht van waarom ook niet voor de babykamer. En het is ook echt gewoon veel zachter en geborgener geworden. Dus ik koos voor het houtwerk, zoals hier de deur hierachter. Radiatoromvang, kozijnen en het plafond voor de tint Templeton Pink van Fair & Bol. Waarom? Is omdat ik natuurlijk echt wel wilde werken met een mooie roze tint. Vorig jaar was ik met Fair & Bol op persreis naar Engeland, waar ze zitten. En toen werden nieuwe kleuren gepresenteerd, waaronder de Templeton Pink. En ik had meteen zoiets van, wauw, dat is echt een hele mooie tint. En waarom? Het lijkt heel erg op de tint Dead Salmon die wij hierachter hebben in de hal. Kijk, ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Maar als je gewoon de deur open hebt, het blendt allemaal weer mooi in met de rest van de hal. Dit is trouwens wel, deze kant is Dead Salmon. En tot hier. En nee, is niet waar. Dit en dit is Templeton Pink en dit is Dead Salmon. En je ziet natuurlijk helemaal geen verschil op beeld. Maar ik zou zeggen, Templeton Pink is iets rozer dan Dead Salmon. En dat tip ik eigenlijk altijd iedereen als je, gaat schilderen. Met aangrenzende, elke ruimte grenst natuurlijk aan elkaar. Maar bijvoorbeeld ook met de slaapkamers. Alles komt natuurlijk samen in de hal. Zorg ervoor dat de kleuren op elkaar zijn afgestemd. En toevallig was de hal al roze met een vooruitziende blik blijkbaar. Anderhalf jaar geleden. Maar als je de deur open hebt, die staat altijd open. Dan blendt het allemaal gewoon mooi in. De trappenkleding matcht weer mooi met het roze. Dus ja, dat is dus eigenlijk ook gewoon een hele goede tip. En ik heb ook het plafond geverfd. En waarom? Ja... Eigenlijk heeft elke ruimte hier zonder ornamenten plafonds is meegeverfd. Van de badkamer, de hal, de badkamers en de hal en de wc's. Dus ook voor dit kamertje vond ik het heel erg mooi. En sinds het is geschilderd, heb ik nu echt zoiets van... Wauw, ik had het eigenlijk met die vorige babykamer, de gouden babykamer van Oliver... had ik het eigenlijk ook gewoon okergeel moeten doen. Maar het scheelde weer heel veel schuurwerk. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om niet alleen het behang opnieuw te doen... maar ook kleuren op de wanden. Nee, is niet waar. En ook kleuren op het plafond en op het houtwerk te doen. Ik weet niet of je het ziet. Hier hing voorheen een lijstje van borduurwerk van mijn schoonouders. Dat was voorheen, toen mijn man werd geboren, hadden ze dat laten borduren. Alleen nooit zijn naam. En toen heeft het bijna 37 jaar op zolder gelegen. Dus toen hebben ze er een mooi Oliver van gebreid. Maar ja, die ging natuurlijk naar boven, naar zijn nieuwe kamertje. Wat we gaan doen als ze uiteindelijk wordt geboren, gaan we haar geboortekaartje uitvergroten als poster. Voorheen hing hier dus ook een uitvergrote versie van Oliver's geboortekaartje bij het maanlampje. Maar dat komt dan hier uiteindelijk. En wat je nou niet ziet, maar hier boven de deur hangt een flamingo. En die heb ik 10 jaar geleden voor een interieurklus gekocht. Alleen destijds wilde de man des huizes het niet hebben. En toen dacht ik, nou die is mooi voor ons. En nu hangt hij hier. Hij hing voorheen in Oliver's babykamer aan de deur. Maar dat ging natuurlijk 100 keer mis. Want dan dacht ik, ja die deur gaat natuurlijk elke keer open en dicht. Dus nu heb ik hem ietsje hoger gehangen, ja. Hij hangt misschien een beetje te hoog, maar dat was het enige plekje waar hij nog past. En nog even terugkomend op het drukke behang. Toen ik het behang aan heel veel liet zien, toen schrok iedereen natuurlijk van... Oh, wat is het niet te druk en dit en dat. Maar uiteindelijk, ondanks dat het behang heel erg druk is... Is het kamertje oogt het een stuk rustiger dan het kamertje van Oliver waar het behang even was. Alleen ik heb toen best wel veel gespeeld met tinten in accessoires. En er lagen ook best wel veel frummels overal. Ik heb nu dus ondanks dat drukke behang wel het idee dat dit kamertje meer rust en geborgenheid uitstraalt dan eigenlijk het vorige kamertje. Dus dat is wel heel erg grappig. En ik had er natuurlijk alle vertrouwen in toen ik dat behang uitzocht. Van jongens, het komt allemaal goed. Maar mijn tip is dus zo, kies je voor druk behang. Kies dan een paar tinten. Liefst één tint, wat ik heb gedaan, roze tint. Breng die terug in heel veel elementen. Bijvoorbeeld wat wij hebben gedaan. Het houtwerk, de deuren, plafond, beddengoed. Waardoor het eigenlijk gewoon in balans is en rustig oogt. Dus druk behang. Is niet uit den boze in de babykamer. Zeker niet.
Dit was dan de babykamertour van de kunstige babykamer van ons dochtertje. Ik zou bijna de naam zeggen. Ons dochtertje wordt hopelijk, of althans je zeker weet, over een paar weken geboren. Op het moment van plaatsen ben ik 37 weken. Ik ben lekker in mijn verlof. Ik dacht, ik ga alleen nog even deze shoot doen. En dan ga ik weer lekker genieten van alle rust. Ik ga fotoboeken maken. Ik ga dingetjes wassen, opruimen. Massages nemen. Dus ik ga er zeker even van genieten. Uiteraard heb ik ook een volledige fotoshoot op mijn blog staan. Dus als je wil weten waar alles vandaan komt, op mijn blog staat dat dus. En nog even alle tips opgesomd. Ik hoop dat ik jou een beetje heb geïnspireerd om out of the box te denken wat betreft het inrichten van de babykamer. Want ja, het hoeft niet allemaal wel zo rustig. Het mag best wel wat heftig op de muur. En uiteindelijk moet je gewoon doen wat je zelf, waar je zelf gewoon heel erg blij van wordt. Want als jij blij wordt, is je kindje dat zeker ook. En zeg nou zelf, ik denk dat mevrouw hier als een koningin gaat slapen. Ik ben heel erg blij met deze babykamer. Dus vond je dit weer een hele leuke video? Dan weer graag dat duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren en te reageren. En nou, voorlopig komen alleen nog maar home tours online. Maar ik ga dit jaar ook weer gewoon weer vloggen. Dus binnenkort misschien wel weer een babyvlog. Tot de volgende video.